Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe vlog hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. We gaan natuurlijk vandaag naar Londen toe. Althans, als jullie deze video kijken, ben ik al in Londen. Maar ik dacht, ik geef nog eventjes een snelle update wat ik nou precies in Londen ga doen. En waar je ook het evenement kan volgen. Want het wordt namelijk gelivestreamd. Ik zal in de beschrijving een link achterlaten voor jullie, zodat jullie natuurlijk de livestream ook kunnen volgen. En het is natuurlijk een competitive toernooi. Nou, heel veel van jullie weten natuurlijk wel wat competitive inhoudt. 4 tegen 4, Call of Duty, speelt Hardpoint, je speelt Search and Destroy en weet ik veel wat allemaal. En je moet natuurlijk gewoon het potje winnen. Het is altijd heel erg intensief, het is altijd heel erg interessant om naar te kijken. En je kan het dus ook live volgen. In de beschrijving zal ik een link zetten waar je de livestream kan volgen. En waar je het gehele evenement natuurlijk dan ook kan volgen. Het wordt gecodcast, weet ik veel wat allemaal. En wie weet, zie je mij natuurlijk ook wel in het publiek zitten. Om 10 uur Nederlandse tijd spelen de Nederlandse teams. Dus als je die wil zien, dan moet je natuurlijk op dat moment inchecken. Dat is al over een paar uur. Want deze vlog wordt namelijk in de ochtend geüpload. Dus over een paar uurtjes, volgens mij een uurtje ongeveer, speelt Nederland al. Dus wil je dat zien? Dan moet je nu natuurlijk op die livestream drukken. En voor de rest, natuurlijk het hele weekend gaat de livestream ook gewoon door. Zondag is de finale. Dus als je die wil bijwonen, dan kan dat natuurlijk ook. En ja, ik hoop natuurlijk dat de Nederlandse teams ook zo ver gaan komen als ze maar kunnen. En dit is de Call of Duty Championships Qualifier. Wat inhoudt dat natuurlijk de voorrondes zijn voor de enige echte Call of Duty Championships. De Call of Duty Championships speelt natuurlijk Optic ook in mee. Envy is ook in mee. SB ook in mee. Iedereen speelt er natuurlijk in mee. En dan kan de winnaar natuurlijk $400.000 winnen. En dat is heel veel. Dus dat is natuurlijk super vet. Wie weet kan er ook een Nederlands team naartoe. Maar dan moeten ze natuurlijk dit weekend heel erg goed hun best gaan doen. Maar ik zelf ben er dus ook bij aanwezig. Ik zal proberen voor jullie wat vlogs daar natuurlijk op te nemen. En ik zal ook proberen om Slashhammer Games en Gfinity te gaan interviewen. Dus nu heb ik een vraag aan jullie. Als jullie nog een vraag hebben voor bijvoorbeeld Slashhammers, als jullie bijvoorbeeld nog een vraag hebben voor Gfinity of wat dan ook, laat het dan sowieso weten in de reacties. Want wie weet kan ik jouw vraag dan wel natuurlijk vragen aan iemand van Slashhammer Games. En dat is natuurlijk echt super, super gaaf. Ik heb al een vragenlijstje voorbereid. Maar als een van jullie nog een goede vraag hebt, dan probeer ik die dan natuurlijk ook gewoon lekker tussen te proppen. Maar ik heb er heel veel zin in. Ik heb dat natuurlijk allemaal aan jullie te bedanken. Dus sowieso nog bedankt voor al jullie support. En ja, het is natuurlijk ook best wel spannend. Want ik zelf heb nog nooit gevlogen. Ik ben naar Parijs geweest. Ik ben een keer naar Frankrijk geweest, weet ik wat allemaal. Maar dat was allemaal met de auto, of met de trein, of met de bus, of weet ik veel wat. Maar ik heb nog nooit gevlogen. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel spannend om dat een keertje te doen. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik hoop dat jullie natuurlijk de livestream ook gaan checken als je dat wil. Het is competitive, dus het houdt in gewoon lekker 4 tegen 4 natuurlijk. En het draait alleen maar voor de win. Het is in Call of Duty zo dat op dit moment niet heel veel mensen meer echt willen winnen. Het enige wat mensen nog boeit is dat ze gewoon een goede kill-death ratio hebben. Maar in competitive boeit dat niet. Zijn negatief? Maar heb je alsnog, laten we zeggen, 10 uplink punten? Dan alsnog heb jij gewoon een goed potje gespeeld. Want je hebt het potje waarschijnlijk gewonnen. Dus dat is de competitive kant van Call of Duty. En ja, ik zelf speel niet meer. Ik speelde op Call of Duty Ghost natuurlijk nog wel competitive. Maar op dit moment niet meer. Want ik er simpelweg gewoon geen tijd voor heb. En ik heb natuurlijk geen team. Dus ja, dan kan je natuurlijk ook geen competitive spelen als je geen team hebt. Want dan zit je in je eentje tegen 4 man. En dan, ja, Spanje, boom, dood. Dus dat werkt natuurlijk niet. Dus je moet natuurlijk wel een team hebben. Alleen die heb ik helaas niet. Maar ja, ik hoop dat jullie de livestream gaan checken als je dat natuurlijk wil. En voor de rest, als je vragen hebt voor Slashhammer, als je vragen voor Gfinity, laat het weten in de comments. Want wie weet kan ik jouw vraag wel stellen. En dat is natuurlijk super vet. Bedankt voor al jullie support, jongens. Was eventjes snel update. Vlogje hier gewoon nog op mijn kamer. Ik heb hier ook, zoals je kan zien, mijn tas liggen. Mijn astrotas, hier ligt mijn camera, hoesje. Ik heb hier, even kijken. Ik heb hier mijn beats liggen, mijn portemonnee liggen. Wat moet ik nog meer mee? Hier ligt nog wat deo. Nou, daar ligt Zoe. Zoe. Ga je het nou serieus weer doen? Ze gaat me serieus weer... Zoe, ik ga een koekje voor je pakken. Fuck it. Nu krijg je koekje ook. Ik heb hier koekjes staan. Dus hop. Kan ik dat met één hand doen? Oh shit. Oh, dat doet pijn, man. Hoppatee. Oh, shit. Zoe, ik laat je koekje vallen. Oh, hij ligt hier. Ik heb hem, Zoe. Ik heb hem. Pam, 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 pam. En dan kijk je wel, hè. En dan kijk je wel, slimmerik. Zoe. Blaf. Ja, oké. Okay. Blaf eindigt op af. Maar er staat nog B-A en de L voor. Alleen in een andere volgorde. Zoe, blaf. Oeh, blaf.
Er kwam iets uit, maar dat is nog niet genoeg. Kom op. Blaf. Ja, daar was die. Pam, pam. Pam, pam. Am, nam, 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 nam. Lekker, hè, vriend? Nee, maar anyway, jongens. Bedankt natuurlijk voor al die support. Want anders kan ik natuurlijk niet naar dit soort evenementen toe. En ze is hier lekker een koekje aan het opeten, zoals je kan zien. Toch, Joey? Was die lekker? Is die... Ja, nu zit mijn hele bed weer onder de kwel, man. Gaat vernolken je, jongens. Nee. Maar als je een vraag hebt, laat het natuurlijk weten in de reacties. Want wie weet kan ik er wel gaan beantwoorden voor jullie. En, nee, de koekjes zijn... Vriend. Joey. De koekjes zijn op. Oh ja, check deze shit, jongens. Check deze shit. Bam. Wie heeft dat nou niet in huis? Die moet je in huis hebben. Zwitser fucking baby shampoo. Bam. Zo, ik kom. Ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent, maar de koekjes zijn op. Oppen de poppen de pop pop pop. Maar mensen, nu ga ik hem wel afsluiten, want anders... Weet je, ik word altijd zo snel afgeleid, man. Ik wilde dit eigenlijk al, wat ik nu heb uitleggen in de vorige vlog. Mijn allereerste vlog. Alleen, dan word ik weer afgeleid. En zit zo hier weer scheid terug te doen. Kijk maar, hier gaat ze weer. Word ik weer afgeleid. Hier gaat ze daar weer zitten. Dan hangt daar ook nog banaan. Die is van mijn zus, man. Toen ze 2 was of zo. Zit je lekker, vriend, naar buiten te kijken. Nou ja, succes, Zoe. Maar ik word altijd heel snel afgeleid, man. Ik weet niet waardoor dat komt, maar altijd als ik iets aan het vertellen ben... En denk ik, bam, bam, bam. Gebeurt dit, dat. En dan weet ik niet meer wat ik aan het zeggen was. Maar daarom ga ik deze vlog nu ook afsluiten. Anders duurt die nog een half uur. Ik kan zo een half uur doorlullen als jullie dat willen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet de video natuurlijk niet te liken. En als je de livestream wil uitchecken, zal ik een link achterlaten in de beschrijving. Kan je gewoon op klikken. En dan kan je hem live volgen. En wie weet spot je mij natuurlijk wel in het publiek. Met nog wat leuke mensen erbij. Dus bedankt voor het kijken. En tot misschien wel de stream. Laat mensen.